zijn nu op de boot van Lava XJ. We zijn te rood, helemaal leuk. Hier is de hele goede middag allemaal. Ik zit op dit moment in kledingstress. Vandaag is vrijdag en morgen is de Gay Pride. En vanavond ga ik ook al uit. En ik ga straks naar Linda toe. Dus ik heb nu allemaal kleding nodig. En ik moet allemaal setjes kleding meenemen voor morgen. En morgenavond op de Gay Pride ga ik ook naar een feestje toe waar een piraten thema is. Dus daar heb ik ook allemaal dingen voor. Wat moet ik vanavond aan tijdens het stappen? Wat moet ik morgen aan tijdens de Gay Pride? En wat moet ik die dag daarna aan? Ik heb nu dit aan. Dit is denk ik wel leuk voor vanavond. Mijn moeder dacht leuk. Oh, Erik gaat nu verhuizen naar Amsterdam. Maar laat ik alle kastjes opentrekken met hele oude spullen. Een hele doos vol met breakouts. Ik weet niet of mensen dat nog kennen, maar fucking oud. Dit zijn allemaal blijkbaar oude spullen die ik vroeger op mijn kamer had staan. Ik kan me gaan uitzoeken, leuk. Ik ga nu maar gaan opschieten, want Linda wacht op me. Dus jullie zien me straks in de trein of bij Linda. Zo, het is buiten echt nog wel warm, maar ik ben nu inmiddels bij Linda! Yeah. Ze heeft leuk kort haar heeft ze nu. Ja. I like it. Wow. Heb je er een beetje zin in vanavond, Linda? Ja, super veel zin in. We gaan dus vanavond gaan we op stap. Gaan we naar de reguliere dwarsstraat, want het is vandaag eigenlijk de hele week al Gay Pride. Maar het is eigenlijk vrijdag en zaterdag natuurlijk de twee denk ik, grote dagen, denk ik, waar allemaal dingen aan de hand zijn in de stad en zo. Maar nu wachten we dus nog op de sushi, want die heeft Linda besteld. En dat is als het goed is over 5 minuten hier. Oké, dit is fucking weird. De sushi zou hier zijn om 4:15. Hij is nu pas bij ons. Verzorger lijkt trouwens echt fucking erg op zenuw een beetje van One Direction. Want ik laat hem even zien. Hij staat voor de deur nu. Kunnen we alsnog eten? Sushi. Ja! Oh my god, Linda sushi! Yeah. Oh, dit ziet er echt heel nice uit. Dat is echt fucking veel. Linda, heb je er zin in? Ja. Oh, dit jongen, dit is echt heel gevaarlijk, dit vloggen op de fiets. Oh my god, Linda. Dat is helemaal niet gevaarlijk. We zijn nu op weg naar het station. We gaan lekker feesten, we staan er klaar voor. Yay! Zeg ze even yay. Yay! We're at the station, halfweg. And we're going to Ibiza. We're going to Ibiza. Wat vinden jullie van mijn choker? Heet het echt een choker? Ik vind het zo'n raar woord, alsof je inderdaad verstikt wordt door dingen. Ja, dat is echt een beetje een SM-ding, hè? Ja, echt. Aangekomen in Amsterdam, we banen onze weg door alle drukte naar het Homo-monument. Vandaag gaan we eventjes lekker partyen. We hebben zin in een feestje. Nou, ook Albert Heijn heeft zichzelf roze gekleurd. Dus inmiddels zitten we lekker te chillen hier zo. Even een Red Bull, omdat ik een beetje nog wat energie nodig heb. En kijk wie we tegenkomen. Oh, het is wel heel erg overbelicht. Nanne! Hallo! Maar waar gaan we heen dan? Ik had echt gehoopt dat er nu een heel leuk feestje hier zou zijn. Want want we zijn al even aan het rondwalen bij feestje. Maar alles is nog opstartende. Ja, dus hier is een of andere dragshow aan de hand. Dus geen muziek, is een beetje jammer. Nou, we zien een feestje voorop hoor jongens. Kijk eens. Wat een tyfus herrie! We zijn nu met een nieuw groepje en we zijn dan en zo zijn we allemaal kwijt. Maar we gaan nu terug naar Rembrandt, want daar was het toch wel heel erg leuk. Today we're going to vlog in English. Nee, ik ga niet anders. Like Eric used to do. Anders, ja, ik begon ooit in het Engels, hè, weten jullie dat? Maar we gaan nu terug naar huis. Ik ben echt een beetje lam. Het is nu 11:45. We hebben om 4:12 bij de trein. Dus we liggen op zich wel lekker op tijd op bed. Kunnen morgen lekker uitslapen. En om 12:30 moeten we dus terug voor de Cannon Parade. Ik heb er echt super veel zin in. Ja, yes, tot morgen. Hallo Dina. Hallo. Oh mijn god, ik word opgegeten hier. Goedemorgen. Erik is echt net een wijf. Waarom ben ik nou weer een wijf? Ik klink gewoon heel lief. Nee, dat bedoel ik niet, maar ik bedoel, Erik is gewoon lui. Maar we hebben ook echt maar 3 uur geslapen of zo. Ja. Jezus. En dan dit gedrocht over daar, dat wilde steeds bij ons in bed komen liggen. Simon. Ja, die kwam opeens bij ons crashen vannacht. Nee. Maar vandaag de Gay Pride. Ja. Yes. We gaan op weg naar Amsterdam Gay Pride. Het is vandaag de officiële dag van de Gay Pride. Dus met de Cannon Parade. En het wordt helemaal leuk. We zijn nu op halfweg. En we zijn over 10 minuten zijn we in Amsterdam.
We zitten in de eerste klas naar Amsterdam. Omdat het zo druk is dat iedereen naar de Gay Pride gaat, zijn we maar gewoon even eerste klas gaan zitten. Helemaal leuk zeg. Het is echt zo druk hier op Amsterdam. Het is warm. En het is warm. En Danny is er ook. Ja! Helemaal gezellig. Het is echt gewoon een mierennest hier in Amsterdam. Niet te doen. Nou, zoals jullie kunnen zien, het is heel gezellig. Hier in de tram. Alles is lekker vol. Op weg naar Westermarkt. Nou, daar zijn we hoor. Wat een teringdrukte. Jezus. Hoop je mieren hier achter me. Ja! Kijk! Here we go! Oeh! Je komt als toerist nu in Amsterdam. Woehoe! En je denkt, ik ga nu met de Gay Pride, ga ik in de rij staan voor het toerist in Amsterdam, en dan denk het Anne Frank huis. Het gaat echt helemaal hier rond, nou echt. We lopen even de Prinsengracht af en ik heb gehoord dat mijn moeder hier ook ergens op de Prinsengracht staat. Dus we gaan even kijken of we moeder kunnen vinden. Dus je zou maar gewoon een appartementje hier gewoon hebben. Gewoon hierboven waar je gelukkig lekker kan kijken. Zo chill. Kijk wie we hebben gevonden. Ja, mijn mama en mijn tante. Dit schijnt de boot te zijn van Love Exchange waar we op mogen. Dus we gaan nu even kijken of we erop kunnen komen. We zijn nu op de boot van Love Exchange. We zijn er rond. Helemaal leuk. Are you ready to party? Wat een teringzooi hier in de straat, jongens. Wat een klerenzooi. Het is nu 9:30 en Danny en ik gaan nu richting Lucas. We gaan ja. Straks een feestje, een piratenfeestje. Deze mannen gaan ons helaas verlaten. Arr. Nou, we lopen nu als piraten lopen over straat. We gaan nu naar het feestje toe. En ik heb natuurlijk echt een bling bling. Kijk, deze hand ook. Yeah. Nou, Danny is echt helemaal al de weg gegaan. Kijk. Het is vandaag een brakke zondag. Superleuke avond gehad. Ik ben nu echt ontzettend brak en echt in zo'n buizen van zeg alsjeblieft helemaal gewoon niks tegen me. Zijn jullie naar de Gay Pride geweest? Laat me weten wat je ervan vond. Ik ben heel erg benieuwd. Super bedankt voor het kijken. Geef deze video even een dikke duim omhoog als je deze leuk vond. Vind ik heel erg leuk en dat doet me goed. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Ik zal mijn moeder bellen. Hoe zou ik geen tellen? Neem maar op hoor, mama. Mama? 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 Mama. Goedendag. Nee, dat ben mijn mama niet. Shut up. Bel papa. Ik bel papa. Oh.